Voorzitter, de heer Van Hagen vroeg, kan de minister uitleggen waarom we nog praten over een crisis? Ik refereerde dus net al even aan de WHO en de opmerkingen. Ik benoemde daar ook bij waarom er nog steeds voorzichtigheid geboden is. En we op dit moment weer zien dat er sinds kort weer enige stijging is van het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames. Ik kan totaal niet zeggen of dat een aanzet is voor een najaarsgolf of dat dat op dit moment niet gebeurt. Daar is het nog veel te vroeg voor. Het is lastig om het virus te voorspellen. Ik gebruik zelf eigenlijk in deze setting niet het woord crisis, maar wel de coronasituatie en de zin om dat te blijven monitoren en zo nodig te reageren. Meneer Van Hagen. Ja, kijk, mijn opmerking was natuurlijk ingegeven door het feit dat inderdaad de WHO iets over heeft gezegd. En maar ook het feit dat we nu al 2 jaar als kippen zonder kop aan het rondrennen zijn voor een virus dat uiteindelijk veel minder gevaarlijk bleek dan we hadden gedacht. Dus mijn vraag is nu ook, hebben we niet gewoon nu wat geleerd? En moeten we die angst eens even afschudden? Want ik hoor hier bij de minister continu van, ja, het kan gebeuren, er kan weer een enorme opleving zijn. Ja, dat kan, dat had altijd gekund. Er zijn inmiddels al 10 miljoen varianten. Coronavirus is al lange tijd onder ons. Het wordt ook weer gewoon tijd om normaal te gaan doen en gewoon weer te vertrouwen op onze natuurlijke immuniteit. En als je dan iets wil doen, ja, dan zou ik zeggen, ga aan de gang met ventilatie en de opschalen van de IC-capaciteit. Maar mijn belangrijkste punt was, ja, stop gewoon met zo bang zijn. De minister. Ja, voorzitter, ik denk dat ik streef om een zo reëel mogelijk beeld te geven. Dus even heel reëel schets wat er op dit moment aan de hand is. Ook wat we eerder dit jaar gezien hebben. Ook in alle voorzichtigheid, ik weet niet waar het de komende periode naartoe gaat. Maar bang zijn is denk ik het laatste wat u op dit moment van mij hoort. Ook niet de ernstige scenario's. Ik krijg alleen een vraag. Wat als er toch weer, en daar geef ik antwoord op. Ik zeg er ook nadrukkelijk bij overigens dat dat voor nu niet in beeld is.